Goede Vrijdag. Eigenlijk best wel een vreemde naam als we stilstaan bij het feit wat er op die dag is gebeurd. Jezus stierf voor onze zonden aan een ruw houten kruis, aan een Romeins martelwerktuig. En toch heet die dag goed. Goede Vrijdag. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat wat het offer van Jezus heeft voortgebracht. Jezus heeft namelijk goed gemaakt dat wat gebroken was. Goed en heel gemaakt. Jezus heeft de weg naar de Vader hersteld. Want Jezus zegt ook zelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar dat moet toch wat geweest zijn. Dat de discipelen en de vrouwen die Jezus al een tijd hadden gevolgd, nu moesten zien hoe een Heer en Heiland aan een kruis werd genageld en diezelfde dag nog stierf. We kennen allemaal de verhalen, de soldaten die dobbelden, de twee misdadigers waarvan één bleef volharden in het bespotten van Jezus en de ander zich richtte tot de Heer. De laatste woorden van Jezus aan het kruis. We kennen ze ongetwijfeld allemaal. En wat ik ook zo bijzonder vind, is de vorm van het kruis. Want hoewel het een martelwerktuig oorspronkelijk was, is het kruis uiteindelijk het symbool geworden van het christendom. En we zien het op heel veel plekken terug. Een tijdje geleden heb ik dit kruisje gekregen. Een ruw houten kruisje met de tekst erop, laat de kinderen tot mij komen. En hoe gruwelijk ook, ik vind er eigenlijk ook iets moois in zitten, dat Jezus met de armen wijd gekruisigd is. Er gaat voor mij iets van uit. Iets in de trant van, jij bent meer dan welkom. Jezus met zijn armen wijd gespreid. En als we ook kijken naar het kruis in de vorm, dan zien we daar een balk die verticaal staat. Die wijst voor mij omhoog. Naar God. Want dat is uiteindelijk wat Jezus bewerkstelligd heeft met zijn offer. De weg naar God. Maar er is ook een dwarsbalk, een horizontale balk. En die laat voor mij zien, die staat symbool voor wie het is. Net als die gespreide armen. Het is voor ons allemaal. Wij zijn meer dan welkom. Want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3, vers 16. Die woorden uit dat bekende Bijbelvers, die staan hier ook achter mij op de muur. En toen ze door degene die we daar opdracht voor hadden gegeven, voor het eerst hier op de muur waren gezet, hier in kerkelijk centrum De Poort, toen waren er twee foutjes ingeslopen. Het woord eeuwig was geschreven zonder een u en het woord verloren zonder een en. De twee woorden eeuwig verloren waren fout. En heel veel mensen die attendeerden mij er ook op. Sjoerd, weet je wel dat er twee fouten in dat woordweb staan op de muur. En we hadden er een gesprek over. Later zijn die woorden goed gemaakt. Ze zijn vervangen. De U en de N zijn er uiteindelijk weer bijgekomen. Maar misschien had ik het wel liever gehad dat die oude verkeerde gespelde woorden waren blijven staan. Want is het niet zo dat dit precies is wat God niet voor ons wil? Dat wij eeuwig verloren gaan. En daarom gaf God Goede Vrijdag. Met uiteindelijk op de derde dag. Pasen. Goede Vrijdag. Johannes 3, vers 16.
grote steen was weggerold en Jezus was er niet meer. Maar een engel zei plotseling, weet je niet meer wat hij gesproken heeft. Hij is opgestaan, hij is opgestaan, hij leeft. Maria zei plotseling, hij heeft gedaan wat hij gesproken.